Bobby en de uilenballen. Een schapenvacht als jas, een muts van bladeren en grote wanten gemaakt van de veren van een Vlaamse gaai. Wat komt daar aangelopen? Een verklede beer? Een vreemde snoeshaan? Een bosbewoner? Het is Bobby. Op het eerste gezicht zou je het misschien niet zeggen, maar Bobby is toch echt een mensenkind. Wel een heel bijzonder mensenkind. Met twee handen, twee benen, 10 kriebeltenen, een scherpe neus en pretoogjes. Doe je ogen dicht, kijk eens goed. Zie je haar voor je, Bobby? Haar handen zijn sterk. Echte werkhanden van het sjouwen van hout. En voel eens, zo zacht is haar schapenvacht. Met een grote stok in haar rechterhand doorkruist ze het bos. Ze is niet alleen hoor. Recht boven haar zie je haar trouwe, wijze metgezel, Oehoe de uil. Met zijn bijna 2 meter brede vleugels vliegt hij behendig tussen de bomen door. Oehoe weet alles, denkt Bobby. Maar hij zegt niet veel, want Oehoe heeft een geheim. Als je nog iets hoger kijkt, dan zie je eekhoorn, springend van boomtop naar boomtop. Met zijn pluimstaart als een oranje vlag achter zich aan. Eekhoorn kletst de hele dag door. Over niks eigenlijk. Niemand die hem nog hoort. Maar hij heeft meer te vertellen dan je denkt. Bobby zit boordevol vragen. Het lijkt wel of overal in haar lichaam vragen verstopt zitten. In iedere vinger. En van haar oorlelletje tot in het kleinste haartje op haar arm. Vragen over alles. Over wat ze ziet, wat ze hoort en over de medebewoners in het bos. Niet voor niets noemt Oehoe haar het veelvraagkind. Oehoe, waarom zijn de bladeren groen? Weet je dat wel zeker, Bobby, dat ze groen zijn? Soms zijn ze bruin hoor, of rood. Oehoe, wat gebeurt er als het donker wordt? Als het hier donker is, veelvraagkind, dan is het licht naar de andere kant van de wereld gegaan. Oehoe, waar zijn de wolken als je ze niet ziet? Maar Bobby, weet jij dan wel waar de regenplassen zijn als je ze niet ziet? Met ieder antwoord van Oehoe krijgt Bobby er een nieuwe vraag bij. En weer stelt ze die ene vraag. Oehoe, wie wonen er nog meer in het bos? Doe nou Oehoe, zeg nou, waar zijn die toch allemaal? Oehoe slikt, zoals altijd als ze hierover begint. Hij kucht, schraapt zijn keel en slaat zijn vleugels uit. Kom, veelvraagkind, we moeten verder. Eekhoorn heeft beukennootjes gevonden. Bobby steekt haar stok in het zand en springt met 2 benen tegelijk over een grote plas. Hop! Al neuriënd prikt ze hier en daar een groot en nog stevig blad aan haar stok, dat ze kan gebruiken om haar wintermuts mee te repareren. In de winter zijn er maar weinig goede bladeren te vinden. Ze zijn uitgedroogd of kapot. In een flits ziet ze iets bewegen onder de bladeren. De wind? Raar, het is verder doodstil in het bos. Veel te stil eigenlijk. Kom, niet naar luisteren. Ze neuriet wat harder, rent snel verder naar Eekhoorn en ploft naast hem neer. Ondertussen heeft hij aardig wat beukennootjes verzameld. Aan tafel! Eekhoorn breekt het ene na het andere nootje tussen zijn knuisjes en knabbelt er lustig op los. Zeg, krijg ik ook nog wat? Bobby lacht. Lekker! Samen delen ze de nootjes, terwijl Oehoe met 1 oog dicht zit te rusten op een tak. Bobby haalt een paar gedroogde bessen uit haar zak en steekt ze op naar Oehoe. Nee hoor, ik hoef niks. Oehoe murmelt maar wat. Overdag is hij wel vaker moe. Oehoe, waarom slaap jij overdag?
Weer zo'n vraag. Oehoe doet maar alsof hij slaapt. Hij weet het antwoord wel. Dat zit verborgen in de bruine ballen onder de grote beukenboom midden in het bos. De boom waaronder Bobby hun hut heeft gebouwd, waar ze slapen. Iedere nacht als Eekhoorn ligt te snurken en Bobby in een diepe slaap is, met haar duim nog in haar mond en haar andere arm om Eekhoorn heen, gaat Oehoe op jacht. Die vrolijke bosvrienden waar Bobby zo naar verlangt om mee te spelen, te kletsen en samen mee op avontuur te gaan, de bosmuizen, die verslindt hij. Met huid en haar, met kop en staart. Oehoe kan zich gewoon niet beheersen. Hij moet ze grijpen, ze opeten. Daarom zijn de bosmuizen doodsbang als ze het drietal aan horen komen. En ritselen ze zo snel mogelijk weg, onder de bladeren door. En dat doen de konijnen ook. Wegwezen! De vogels slaan alarm. En alle dieren die in de buurt zijn, verstoppen zich. Bibberend, elkaar vasthoudend. Niet bewegen! Sst! Oehoe is in de buurt. Met zijn scherpe klauwen en zijn priemende oranje-zwarte ogen speurt Oehoe de grond af. Op zoek naar een lekker hapje, een prooi. 'S Nachts verandert Oehoe, Bobby's trouwe metgezel, in een muizenmoordmachine. En dat mag Bobby nooit te weten komen. Nooit. Ooit een eekhoorn gezien die als een kip zonder kop kan kakelen? Kom Oehoe, kom eens bij ons zitten. Kom nou, kom nou, kom nou. Toe dan! Schuldbewust duikt Oehoe weg in zijn vleugels. Ze moesten eens weten wat hij uitspookt in de nacht. Als de zon zakt en het begint te schemeren in het bos, besluiten de drie vrienden terug naar de hut te gaan. Eekhoorn, nog net zo fris en springerig als in de ochtend, zweeft van tak naar tak, terwijl Bobby met iedere stap de bladeren onder haar voet wegveegt. Bij de dikke eik rechtsaf en dan zijn ze weer thuis. Bobby schopt tegen een paar bruine ballen die onder de boom liggen. Oehoe, wat zijn dit? Niet doen, Bobby, laat liggen. Dat zijn gewoon bruine ballen of zo. Kom, hup, naar binnen jij. Waar komen die vandaan dan, die ballen? Maar Oehoe luistert niet meer. Binnen onder de beschermende takken van de grote oude beukenboom zijn ze 's nachts beter beschut tegen wind en kou. Terwijl Eekhoorn en Bobby tegen elkaar aankruipen, houdt Oehoe de wacht. Tenminste, zonder dat hij het in de gaten heeft, dut hij in. Oehoe, niet in slaap vallen, je moet de wacht houden. Maar het is al te laat. Hij murmelt nog wat. En dut weg. Hij droomt en hij praat in zijn slaap. Bobby wordt er zelfs wakker van dat gepraat van Oehoe. Wat zegt hij nou allemaal? Wat bedoelt hij? Die ballen, Bobby, je moet ze wazen, blaaien. Bobby, niet doen. Je moet ze roppen. Schollen. Nee, Bobby. Bobby draait zich om in haar bladerbed en ziet de donkere schim van Oehoe in de deuropening van de hut. Onrustig gebarend met zijn vleugels. Wazen, blaaien, roppen, schollen die ballen. Bedoelt hij? Als het bos weer stil is, valt ze opnieuw in slaap. De volgende ochtend rolt Bobby zich nog eens lekker om in de bladeren en rekt ze zich uitgebreid uit. Een grote gaap volgt. Eekhoorn staat buiten alweer volop te springen. Van zijn ene pootje op zijn andere, klaar om op pad te gaan. Bobby knippert met haar ogen. En wat was er ook alweer vannacht?
Langzaam ziet ze het weer voor zich. Oehoe half in paniek voor de hut. Die bruine ballen, daar had hij het over. Die bruine ballen die ze gisteren zag liggen voor de hut. Ze springt op en rent naar buiten. Ze kijkt om zich heen en daar liggen ze, die bruine ballen. Er liggen er 4 bij elkaar. Ze voelt er eens aan en pakt ze op, 2 in iedere hand. Heel in de verte komt Oehoe aangevlogen. Niet doen, Bobby, pas op, dat zijn uilenballen, wie weet wat er allemaal in zit. Maar Oehoe is nog te ver weg. Wazen, blaaien, roppen, schollen. Wat zou hij daarmee bedoeld hebben? Wat is er met die bruine ballen? Bobby wil het weten. Ze is zo nieuwsgierig. Wat bedoelt Oehoe? Ze rolt een bal door haar handen over de bladeren. Rollen, zou hij dat bedoelen? Niet roppen en schollen, maar schoppen en rollen? Misschien heeft hij in zijn slaap de letters omgewisseld. Voorzichtig schopt ze tegen 1 van de ballen. Hij rolt weg. Bobby, niet doen! Terwijl Oehoe dichterbij komt, gaan Bobby's gedachten razendsnel. Want als het schoppen en rollen is, dan moet het wazen en blaaien, zeker blazen en waaien zijn. Ze pakt een bal, schopt er voorzichtig tegenaan, hij rolt weg en ze blaast hem zo hard na als ze kan. En poef! In een flits en een groene wolk komt een levende bosmuis tevoorschijn. Hij schudt wat met zijn lichaam, krult zijn staart en lacht zijn snijtandjes bloot. Gered van de uil, de grote boze Oehoe. Eergisteren in zijn buik, gisteren als een bal uitgespuugd. En vandaag ben ik terug in het bos. Lang leven de bosmuizen! Verbijsterd kijkt Bobby van de bosmuis naar Oehoe. Wat? Is dit waar, Oehoe? Vang jij soms bosmuizen als je 's nachts weg bent? Eerlijk? Ben je daarom overdag zo moe? Oehoe! Zo streng heeft Bobby nog nooit gekeken. En zeker niet naar Oehoe. Kan het niet helpen, Bobby, ik ben een uil. Alle uilen eten muizen. En soms ook nog wel grotere dieren. Botjes en zo kan mijn uilenlijf niet verteren en die komen er weer uit als een bal, een uilenbal. Ik was zo bang dat je die gemene rat van laatst weer nieuw leven in zou blazen, Bobby. Dan was je in gevaar geweest. Door mij. Ik zal het nooit meer doen, Bobby. Ik beloof echt dat ik geen bosmuizen meer zal eten. Een snik ontsnapt aan de grote Oehoe. De bosmuis heeft zich, zo bang als een bosmuis is voor een uil, verstopt achter Bobby. Vandaar je geheim, zucht Bobby. Maar Oehoe, ik weet echt best hoe het bosleven is, hoor. Dat heeft Eekhoorn mij al lang verteld. 'S avonds, als we samen in bed liggen, legt hij me alles uit waar jij die dag geen antwoord op hebt gegeven. Want anders kan ik toch niet slapen? Want dat van die uilenballen, dat wist ik niet, hoor. Enthousiast pakt ze de volgende bal. Er is genoeg plaats in het bos en in onze hut voor alle bosmuizen. Bobby. Ze schopt, rolt, blaast, waait en poef, de volgende bosmuis. En nog één. En zo verandert het drietal al snel in een elftal. En daar is het volgens Eekhoorn niet bij gebleven.